De laatste man van naam en faam die we al een tijdje kennen is Christian Imminger, de Oostenrijker. Maar zijn tegenstander verraste vorige week in Berlijn. Niet zozeer op deze 1500 meter, daar deed hij niet eens aan mee. Maar wel op die tweede afstand, de 5000 meter. Want de Pool Jaromir Radke verraste daar iedereen door op die 5000 meter naar een derde plaats te rijden. Een beetje problemen met het vinden van zijn balans in die eerste binnenbocht, de Pool. Maar hij gaat netjes mee met Imminger naar de eerste tussentijd. De opening is precies gelijk. 26-87. Het zijn matige openingstijden. Radke, de steer. En eigenlijk Imminger ook de steer. Imminger voor wie de 1500 meter altijd een wat problematische afstand is geweest. Alhoewel je het maar nooit weet met Imminger. Hij is met de 700 meter. 57-72 voor Imminger. 57-97 voor Radke. En Imminger heeft dezelfde tussentijd op die 700 meter dan Gerard Kempkes had. 57-7. Kempkes die het daarna behoorlijk moeilijk kreeg. Eens kijken in hoeverre de vergelijking Imminger-Kempkes op blijft gaan. Kempkes die op de 1100 meter doorkwam. In 1.29.4. De bel voor Imminger. 1.29.68. Om 1.30.14 voor de Pool. Nee, dit worden matige tijden. Royaal boven de 2 minuten. Imminger, die vorige week in Berlijn op deze afstand wel meedeed en toen 32e werd. Hij zal zich iets verbeteren ten opzichte van die wedstrijd. Maar de echte vorm is er bepaald nog niet. Zeer zeker niet. 2-0-2-0-1 voor Imminger. En Radke kwam nog dichtbij in 2-0-2-75. U dacht toch niet dat we het een jaartje zonder hem zouden moeten doen? Nee hoor, Tjaart Kloosterboer is er wel degelijk bij. Dit jaar in de functie van coach van Finland.